deze week in de weekvlog. Weet jij het? Waar zijn we geweest deze week? Zijn we bij Universiteit Utrecht geweest. Ja. Voor hoestende paard. Klopt. En je hebt les gehad van Ver. Je hebt les gehad van Ilse. Je hebt les gehad van... Chantal? Bianca. Chantal? Oh ja, Bianca. Bianca. Dus allemaal les. Echt veel geleerd deze week. Heel veel. Een leerweek. Ga je mee? Je kan kijken. Zaterdag, Tess mag bij Bianca in de les. Veel plezier! Zwaaien! Zondagochtend, 4 uur, denk een uur of 8. En we gaan straks naar de Dag van de Wetenschap bij de Universiteit Utrecht. Of we daar kunnen filmen, dat weet ik niet. Nou, in ieder geval kijken naar een seminar of symposium, geef de naam, over het hoestende paard. Daar ben ik wel zelf heel erg geïnteresseerd in. En voor Tess is er een speurtocht, en die is tot 15 jaar geloof ik, over de binnenkant van het paard. Dus super gaaf. Maar aangezien we toch al vroeg ons bed uit moesten, zijn we nu even op de manege om de paardjes los te zetten, omdat ik niet weet hoe laat we vanmiddag terug zijn en of er dan nog tijd is om te rijden. Dus zondagochtend heel vroeg, paardjes lekker buiten. Hey. Wel. Helemaal niks. Die twee die staan, ik weet niet wat ze aan het doen zijn, grasjes aan het zoeken denk ik. Ja, denk ik. Het is het belangrijkste, grasjes zoeken. En vandaag gaan we naar Universiteit Utrecht. Dat klopt, dat heb ik net verteld. En gaan we leuke dingen doen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik hoop wel dat we een paar stukjes kunnen filmen. Ja. De liefde van een pony gaat door de maag. Daar is om Tessa. Ja, achter een pintje aan rennen. Tess is zeg maar de hengel. En Henja denkt, ik heb maar één hapje gehad. En Verona denkt, even serieus. Ja, jullie krijgen zo, dames. Ja, ze moeten even voor elkaar zorgen. Even lekker kriebelen. Ah, dat is toch lief. En Tess doet gewoon alsof ze een paard is. Ga jij mij kriebelen? Ja, goed zo. Lekker samen kriebelen. Kriebel time. Het wordt een beetje wild van. En Bel gaat de paal kriebelen. Dat is ook een beetje. We zijn er. Een beetje vroeg gegaan, zodat we nog konden parkeren. Ja. Maar ik begreep van Kim inmiddels dat de parkeerplek zat is. Dus. We gaan nu naar de Dag van de Wetenschap. En ik hoop dat we een beetje kunnen filmen. We zijn nu bij het hoestende paard. Kijk dan. Echte collegezaal. Kunnen we niet een beetje vooraan? Want ik ben blind, hè jongens. Maar dan moet je helemaal met zo zitten. Oh, oké. Okay. Nou, we zitten nu dus echt in een collegezaal. Ik voel me echt wel een studentje nu. We hebben hier eentje van 9 en een van 15. Pet op, dat mag niet in een collegezaal natuurlijk. En wij ouders zitten hier maar gewoon zitten. Maar we gaan het hebben over hoestende paardjes. Het is ook nog interactief, dus ik kan niet filmen, want ik moet iets met mijn telefoon doen. Allemaal zaken steken. Precies. Kijk. We hebben hier nog alle dingen die van de presentatie waren. Het is wel een echte paardenneus, maar hij heeft een goed leven gehad, heb ik gehoord. En hier kan je mee ventileren, of hoe noem je dat? Puffen. En dit is ook nog zo'n stofmuziek. En je kan nog naar je eigen longen luisteren. We zijn klaar met het symposium. Tenminste, symposium, wat soort
verhaal over het hoestende paard. Interessante informatie. We weten nu dat de rij van Verona omlaag moet. Dus wat gaan we doen? En we weten nu ook dat Verona is meer gaan ademen of zwaarder gaan ademen na de operatie. En dat is niet normaal, dus we gaan even contact opnemen met Utrecht maandag. En dan zullen ze er vast even naar gaan kijken. Ik weet niet, het zal vast niet heel ernstig zijn of zo, want ze doet het verder heel prima. Maar we gaan het toch even na laten kijken, toch? Ja, en verder dat paard van jou, dat hoest weer. Dus op zich mogen ze gewoon bewegen als ze hoesten. Wat ook nog zo is, is dat paarden houden van 10 graden en niet van 20 graden. Dus we hebben weer gehoord dat je ze niet te snel een deken op moet doen. Dat het nergens voor nodig is. Veel ventilatie en zoveel mogelijk buiten. Nou, daar doen wij ons uiterste best voor natuurlijk. En houtsnippers zijn fijner dan op stro. Dat is ook nog een dingetje. Dus nou ja, goed. Was interessant, toch? Wat heb jij geleerd? Veel over hoest heb ik geleerd. Ja, was ook leuk. Was interactief, hè? Een soort vragen kon je dan moppen. Dus dat is altijd fijn. Nou, wij gaan nu terug naar huis. Want we hebben natuurlijk gewoon een paard en een pony staan die nog moeten bewegen en naar buiten. Ja. Dus dat gaan we doen. Zo, duo worstelen. En dan ook nog met glansspray. Zondag. En we gaan zomaar verrijden. Ja, Verona is nat, dus er valt weinig te rijden. Het is droog worden. Nou, we zijn even aan het oefenen met een bal. Ga weg. Zo met Fabienne erop is daar weinig engs aan. Dan vinden ze het wel leuk. Dan doen we het straks zonder Fabienne, dan is die wel eng. Ik ben ook klaar. Ja. Oké, ik ga even. Nou. Fabienne vindt de bal in ieder geval niet eng. Zo, tuut eraf. Tuut eraf. Tuut eraf. Nou, dan komt het hoor. Kleine pony. Ja, knap hoor. Zo zie je, zo begin je met ponyvoetbal. Je moet altijd een beetje geduld hebben. Een vis of zo. Ja, blub blub. Blub blub. Blub blub. Ja, bel voor mijn kant. Bel denkt, er staat iemand, dan kan ik niet voetballen. Overpassen. Ja, alweer springles. Gaat ze. Eerst even losrijden. Nou, bel op de zin in. Hoe leuk is dit? Balans vanuit je voeten, verlichte zit. Onze veer. Volgens mij zoeken ze steeds de allergrootste pony voor haar uit. En oké. Fantastisch. Ons veertje. Op een hele grote pony. Had ik al gezegd, maar ik blijf het wel een hele grote pony voor een heel klein meisje vinden. En Tessatje. Nou, dat was niet helemaal goed te zien helaas. Vandaag kwam de dierenarts omdat belletje, oh enge ogen, omdat belletje een beetje hoest. En nu zijn de meisjes er aan het poetsen, dus ze heeft een extra dagje vrij. Ook niet erg hè Bel, ja je krijgt hele enge ogen van die flits, dus dat doen we maar niet. Dus Tatumpje en Tess zijn lekker aan het poetsen. Soms gaat ze een beetje naar buiten. Jij moet vanuit jouw langs en je ligt op de beugel. Kan je dat een beetje bijsturen? Niet door die hand verder, maar gaat zij naar binnen, dan ga jij een beetje uitpas naar buiten. Tess heeft les. Vandaag is het meer dressuurles en een beetje draven, omdat ze nog steeds hoest. Dus ze niet echt heel erg springen. En ze krijgt nu de les in hoe je je pony in balans kan houden. Dus
op je binnenbeugel als ze naar binnen valt. Op je buitenbeugel als ze naar binnen valt. En op je binnenbeugel als ze naar buiten valt. En zo kan ze leren om de pony in balans te houden. Zo zie je dat alles stapje voor stapje gaat. En dit niet alles in één keer. Dat kost gewoon tijd. Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Ja, vind ik ook heel leuk. Wat ga je volgende week doen, weet je dat al? Ik ga weer bij Fer in de les. Ja. Weer bij Ilse en weer bij Bianca. Mm-hmm. Hebben we nog iets speciaals? Ja. Het is de herfstvakantie. Ja, het is de herfstvakantie. En er komt een YouTuber naar ons toe als het goed is. Als er niks misgaat. En woensdag. Gaan we naar YouTube toe. Dus dat is ook wel heel gaaf. Nou ja, jij niet, maar ik. En niet te vergeten, wat gaat Rick doen? Woensdag kijken jullie de... Er komt nog een hele aankondiging van Rick. Ja. Die gaat het allemaal uitleggen. Maar Rick gaat Nederland uit en neemt jullie allemaal mee. Ja. Dus vooral kijken. Morgen ook een hele speciale video. Want morgen... Zie je allemaal kleine Tessatjes. Ja. Inie, mini Tessatjes. Dat we taartjes aan het bakken zijn van... Ik heb mijn cake niet alleen maar met mijn mama. Ja, nou het klinkt nog precies hetzelfde. Dus bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. En hopelijk tot morgen. Doei. Oh, en ik schud nog een keer. Doei.